Vandaag een antwoord op de vraag van Hermine. Hermine wil dolgraag lichaamsvetmassa verliezen. En Hermine begrijpt dat dan wel vetten, dat zijn triglyceriden, afgebroken moeten worden regelmatig in je lijf. Dat wil eigenlijk zeggen verteerd moeten worden regelmatig in je lijf tot kleinere delen. Want zolang vetten, triglyceriden, niet afgebroken, niet verteerd worden tot kleinere delen, dan zul je geen lichaamsvetmassa verliezen, want dan blijven de vetten gewoon daar waar ze aanwezig zijn. Hermine heeft begrepen dat het hormoon insuline het hormoon is dat de opbouw, de vorming van vet, van triglyceriden stimuleert in je lijf. En dat wanneer je lichaamsvetmassa wil verliezen en dus geen opbouw, vorming van vet wenst, dat dan het hormoon insuline niet zo vaak afgegeven moet worden in je lijf, want dit hormoon stimuleert voortdurend de vorming, opbouw van vet. Hermine heeft begrepen dat insuline afgegeven zal worden in je lijf wanneer je bloedsuikerspiegel stijgt. Dus Hermine begrijpt dat wanneer ze graag wil dat vetten afgebroken, verteerd worden in haar lijf en niet gevormd, opgebouwd worden in haar lijf, dat dan haar bloedsuikerspiegel niet voortdurend moet stijgen. Want zolang en wanneer je bloedsuikerspiegel voortdurend stijgt, dan zal ook voortdurend als reactie op die stijgende bloedsuikerspiegel het hormoon insuline afgegeven worden in je lijf. En dit hormoon stimuleert de vorming, opbouw van vet. En dan zal zij geen lichaamsvetmassa verliezen. Om die reden heeft Hermine haar koolhydraatinname, dus haar inname van glucose, suiker bevattende voeding, sterk beperkt. Vanuit de gedachte, nou, dan zorg ik met mijn voeding minder vaak voor een stijging van mijn bloedsuikerspiegel. Zal het hormoon insuline minder vaak tot niet afgegeven worden in mijn lijf als reactie van die stijgende bloedsuikerspiegel? En zolang het hormoon insuline, het hormoon die de vorming van vet, de opbouw van vet stimuleert in haar lijf, niet zo vaak tot niet afgegeven wordt in haar lijf, dan kan er vetafbraak, vertering van vet plaatsvinden in haar lijf en kan ze lichaamsvetmassa verliezen. Onder invloed, zo heeft ze begrepen, onder invloed van het hormoon glucagon. Hermine heeft namelijk begrepen dat insuline de vorming van vet, de opbouw van vet, stimuleert en dat glucagon de afbraak, de vertering van vet stimuleert. En dat glucagon enkel afgegeven zal worden in je lijf wanneer je bloedsuikerspiegel niet voortdurend stijgt en insuline afgegeven wordt in je lijf? Nee, pas wanneer je bloedsuikerspiegel niet meer stijgt. En dat? Want glucagon is ook het hormoon die afgegeven zal worden op het moment dat je bloedsuikerspiegel daalt en de benedengrens dreigt te bereiken. Want dan moet je bloedsuikerspiegel geleidelijk verhoogd worden en op peil gehouden worden onder invloed van glucagon. Om die reden is Hermine dus haar koolhydraatinname gaan
beperken vanuit de gedachte dat verhoging mijn bloedsuikerspiegel minder vaak met hetgeen ik eet, zal insuline minder vaak afgegeven worden in mijn lijf tot niet afgegeven worden in mijn lijf, zal mijn bloedsuikerspiegel dalen, zal glucagon afgegeven worden in mijn lijf, dat hormoon dat ervoor zorgt dat je bloedsuikerspiegel mooi en peil gehouden kan worden en het hormoon dat de afbraakvertering van vet in je lijf stimuleert. Ondanks dat, ondanks een sterke beperking van haar koolhydraatinname, heeft Hermine nog geen lichaamsvetmassa verloren. Nou, en daar begrijpt ze helemaal niks van, want zij heeft nu toch niet meer met hetgeen zij eet haar bloedsuikerspiegel verhoogd. En dus niet meer de afgifte van het hormoon insuline, die de opbouw de vorming van vet stimuleert in je lijf, gestimuleerd. Zij heeft nu toch het dalen van haar bloedsuikerspiegel en de afgifte van glucagon, dat hormoon die de afbraakvertering van vet in je lijf stimuleert, ja, veroorzaakt door haar sterke koolhydraatbeperking. Waarom heeft ze dan nog geen lichaamsvetmassa verloren? Dit begreep Hermine in eerste instantie niet. Maar Hermine begint nu wat beter te begrijpen waarom ze alsnog geen lichaamsvetmassa heeft verloren, ondanks een sterke beperking van haar koolhydraatinname en ondanks de gedachte dat ze dan niet meer haar bloedsuikerspiegel met hetgeen zij eet verhoogt en dat haar bloedsuikerspiegel dan wel zou dalen. Want Hermine heeft begrepen dat je lever, de cellen in jouw lever, eerst in staat moeten zijn om informatie afkomstig van ofwel insuline ofwel glucagon te ontvangen. Wil er ofwel vetvorming, vetopbouw, ofwel vetafbraak, vetvertering plaatsvinden. In jouw lijf, in jouw levercellen. Het is heel belangrijk namelijk dat jouw levercellen op het moment dat jij je koolhydraatinname sterk beperkt, dat deze cellen onder invloed van ofwel insuline ofwel glucagon gestimuleerd worden om ofwel vetten te vormen ofwel vetten te verteren, want jouw lever is het orgaan die ervoor moet zorgen op het moment dat jij je koolhydraatinname beperkt, dat jouw bloedsuikerspiegel wel op peil gehouden kan worden en dat de rest van je lijf ook voorzien kan worden in vetten om als brandstof te kunnen gebruiken. Jouw lever is namelijk het orgaan die brandstoffen in jouw bloedbaan moet brengen en pas wanneer brandstoffen in jouw bloedbaan zijn gebracht door jouw lever, dan kunnen andere cellen in je lijf daar pas over gaan beschikken, want vanuit je bloedbaan worden brandstoffen over weefsels en cellen verdeeld en pas dan kan jij lichaamsvetmassa verliezen, want jij zult geen lichaamsvetmassa verliezen zolang en wanneer jouw lever nog geen brandstoffen, waaronder vetten, in jouw bloedbaan heeft gebracht. Want dan gaan vetten niet aankomen elders in jouw lijf. Jouw lever, de cellen in jouw lever, zijn echter niet in staat, zo heeft Hermine begrepen, om informatie afkomstig van ofwel insuline ofwel glucagon te ontvangen wanneer jouw lever, de cellen in jouw lever, niet in het bezit zijn van intacte receptoren tussen de fosfolipiden in hun membranen. Receptoren voor insuline, receptoren voor glucagon. Wanneer jouw levercellen niet in het bezit zijn van intacte
receptoren tussen de fosfolipiden in hun membranen. Receptoren voor insuline, receptoren voor glucagon. Dan zijn jouw levercellen niet in staat om informatie afkomstig van een van beide hormonen te ontvangen. En zolang cellen nog geen informatie hebben ontvangen afkomstig van hormonen, dan kunnen cellen nog niet gestimuleerd worden met betrekking tot welke processen ze uit moeten voeren, zoals, ja, wat jij graag wil, die afbraakvertering van vet, hè, in plaats van de vorming opbouw van vet. En zal dat uitblijven, zal jij geen lichaamsvetmassa verliezen, ondanks een sterke beperking van jouw koolhydraatinname. De vraag van Hermine is dan ook, kan ik ook invloed uitoefenen op de aanwezigheid van intacte receptoren tussen de fosfolipiden in de membranen van mijn levercellen. Intacte insulinereceptoren, intacte glucagonreceptoren, want Hermine begrijpt niet eerder dan dat haar levercellen in bezit zijn van intacte receptoren tussen de fosfolipiden in de membranen zijn je levercellen in staat om informatie te ontvangen afkomstig van hormonen, hormonen zoals insuline, hormonen zoals glucagon. Kunnen je levercellen gestimuleerd worden om ofwel vetten te vormen, opbouwen, ofwel vetten af te breken, te verteren. En dat is nodig om brandstoffen in jouw bloedbaan te kunnen krijgen, want dan moet jouw lever doen om vervolgens overwisselcellen elders in jouw lijf te verdelen die dat dan als brandstof kunnen gaan benutten, waarna jij pas lichaamsvetmassa kan gaan verliezen. Dat is de vraag van Hermine. Nou, Hermine, alle cellen in jouw lijf en dus ook jouw levercellen zijn in bezit van een celmembraan. Dat is een membraan dat is opgebouwd uit fosfolipiden, membraanvetten. Tussen die fosfolipiden in de membranen van cellen zijn ook membraaneiwitten. Membraangebonden eiwitten, eiwitten die aan membraanmoleculen, aan membraanvetten gebonden zijn aanwezig. Membraaneiwitten die onder andere de ontvangst van informatie afkomstig uit de buitenwereld, dus alles wat buiten het celmembraan aanwezig is, mogelijk maken. Die heten receptoren. Die receptoren die tussen de fosfolipiden in de membranen van cellen aanwezig zijn, ja, die staan dus in contact met de buitenwereld. Want die maken het contact met de buitenwereld mogelijk. Die maken de ontvangst van informatie afkomstig uit de buitenwereld mogelijk. Alleen, buiten jouw cellen belanden ook heel regelmatig afvalstoffen. Dat zijn belastende stoffen. Helaas, zodra eiwitten, dus ook membraangebonden eiwitten, in contact komen te staan met afvalstoffen, belastende stoffen, dan raken eiwitten beschadigd, verliezen ze hun functie, hun structuur en kunnen membraangebonden eiwitten zoals receptoren hun functie niet meer vertonen. Dat wil zeggen, ja, zijn die eiwitten niet meer in staat om het contact met de buitenwereld mogelijk te maken, om informatie afkomstig uit de buitenwereld te ontvangen. Cellen, en dus ook jouw levercellen, moeten voortdurend beschadigde varianten van membraangebonden eiwitten, dus ook beschadigde varianten van receptoren, in zich opnemen, afbreken tot kleinere delen, verteren tot kleinere delen. Binnenin cellen moeten dan nieuwe membraangebonden eiwitten, waaronder nieuwe receptoren, gevormd worden. Deze nieuw gevonden intacte receptoren moeten dan van binnenuit cellen richting het celmembraan verplaatst worden, tussen fosfolipiden in membraan, geplaatst worden, en dan pas
Wanneer cellen, in dit geval jouw levercellen, voortdurend goed in staat zijn om beschadigde varianten van membraangebonden eiwitten, beschadigde varianten van receptoren, uit celmembranen te halen, nieuwe varianten te vormen en weer tussen fosfolipiden in membranen te plaatsen, dan zijn cellen, in dit geval jouw levercellen, voortdurend in staat om met behulp van receptoren, zoals receptoren voor insuline, receptoren voor glucagon, informatie afkomstig uit de buitenwereld, zoals informatie afkomstig van insuline, zoals informatie afkomstig van glucagon, te ontvangen. En kunnen cellen, in dit geval je levercellen, weer gestimuleerd worden om ofwel vetten te vormen, op te bouwen, ofwel vetten af te breken, te verteren. En kan jouw lever ervoor zorgen dat brandstoffen in jouw bloedbaan worden gebracht. Boven weefsels en cellen worden verdeeld. Want dat kan pas wanneer, wanneer ze eerst in de bloedbaan zijn gebracht door jouw lever. En kan jij lichaamsvetmassa verliezen. Allemaal dus afhankelijk van jouw lever. En of jouw lever, de cellen in jouw lever, in staat zijn om naschade aan membraangebonden eiwitten, naschade aan receptoren, deze ook wel weer te vervangen door nieuwe intacte varianten. En wanneer zijn jouw levercellen nou enkel in staat om dat te doen, beschadigde varianten van receptoren te vervangen door nieuwe onbeschadigde varianten? Wanneer jouw levercellen in het bezit zijn voortdurend van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, receptoren zijn membraangebonden eiwitten, te kunnen vormen. Zolang en wanneer jouw levercellen niet in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te kunnen vormen, zolang zijn jouw levercellen niet in staat om beschadigde varianten van receptoren te vervangen door nieuwe onbeschadigde varianten. Zolang zijn jouw levercellen niet goed in staat om informatie afkomstig uit de buitenwereld, waaronder informatie afkomstig van hormonen zoals glucagon en insuline, te ontvangen, zolang kunnen jouw levercellen niet gestimuleerd worden om ofwel vetten af te breken ofwel vetten op te bouwen. En zolang zal de verbranding van vet in jouw lijf uitblijven en zal jij geen lichaamsvetmassa verliezen. De cellen in jouw lever zullen niet in het bezit zijn van voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder nieuwe receptoren, te kunnen vormen. Wanneer jouw sterk in koolhydraten beperkte voeding onvoldoende vocht, onvoldoende essentiële vitamines, onvoldoende essentiële mineralen, onvoldoende essentiële spoorelementen, onvoldoende essentiële aminozuren, onvoldoende essentiële vetzuren levert. Want wanneer jouw voeding, nou sterk in koolhydraten beperkte voeding, vocht en deze stoffen die essentieel zijn onvoldoende levert, dan zijn de kliercellen in jouw lijf die de vorming van eiwitspitsende spijsverteringsenzymen mogelijk moeten maken, niet in staat om eiwitspitsende spijsverteringsenzymen te vormen. Kunnen de eiwitten in jouw voeding niet verteerd worden tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal? Want daar zijn peptidase eiwitspitsende spijsverteringsenzymen voor nodig. Kunnen aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, niet geabsorbeerd opgenomen worden in jouw darmwand? Kan geen enkele cel, kunnen je levercellen dus ook niet, beschikken over voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te kunnen vormen. Voldoende aminozuren die cellen nodig hebben om beschadigde varianten van membraangebonden eiwitten, beschadigde varianten van receptoren, te vervangen door nieuwe onbeschadigde varianten. Gaan jouw levercellen niet in staat zijn om informatie afkomstig uit de buitenwereld te ontvangen? Gaan jouw levercellen niet gestimuleerd worden om ofwel vetten te vormen, ofwel vetten af te breken, te verteren? En gaat jouw lichaamsvetmassa niet dalen? Wil jij dus een daling van jouw lichaamsvetmassa bereiken? Ja, dan kan je heel leuk je koolhydraatinname sterk gaan beperken. Maar zorg er altijd voor dat jouw sterk in koolhydraten beperkte voeding
voldoende vocht, voldoende essentiële vitamines, voldoende essentiële mineralen, voldoende essentiële spoorelementen, voldoende essentiële aminozuren, voldoende essentiële vetzuren, gaat bevatten, blijft bevatten, want zolang en wanneer jouw voeding, of dat nou sterk en koolhydraten beperkt is of niet, onvoldoende vocht en onvoldoende essentiële voedingsstoffen levert, gaat het herstel van beschadigde receptoren door jouw levercellen niet verbeteren. En gaan jouw levercellen niet beter ten opzichte van eerder in staat en om informatie afkomstig uit de buitenwereld te ontvangen. En gaan jouw levercellen niet gestimuleerd kunnen worden om ofwel vetten te vormen ofwel vetten af te breken te verteren. Dat als antwoord op je vraag.